Hey, wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik weer een hele leuke video maken. Ik ga namelijk 10 tips geven hoe je nou positief kan blijven in de winter. Er zijn best wel veel mensen die hebben een winterdip. Vooral omdat het in de zomer lekker weer is. Want de zon schijnt en dan krijg je hier positieve energie van. En je kan zwemmen, ijsjes eten. En in de winter is het toch meestal wat minder leuk. Omdat het regent soms en het is wat natter, viezer, kouder. En daardoor hebben veel mensen een winterdip. Maar in deze video ga ik jullie tips geven hoe je van deze winterdip af kan komen. En hoe je het gewoon wat leuker kan hebben in de winter. Dus blijf gewoon kijken. Nou, tip 1 is begin de dag met een lach. Het klinkt natuurlijk hartstikke cliché. Maar het is maar net zo cliché als je het zelf wil maken. Want je kan bijvoorbeeld, als je van gitaar spelen houdt, ga je lekker eventjes in de ochtend gitaar spelen. Tekenen, iets heel lekkers eten. Maar doe gewoon iets wat je echt leuk vindt. En zo kun je de dag beginnen met een lach. En heb je de rest van de dag gewoon wat meer energie en vrolijkheid. Tip nummer 2 is, sport regelmatig. Soms is het best wel moeilijk vol te houden in de winter. Ik heb het zelf ook. Ik heb soms echt nul motivatie om naar de sportschool te gaan. En in de zomer heb je vaak wel motivatie, want dan moet je weer in bikini. En dan denk je, nou, die laatste vetjes die moet ik er toch echt even afsporten. Maar helaas is het best wel wat lastiger in de winter. Maar probeer het gewoon wel te doen, want door sporten krijg je positieve energie. En dan ga je er voor je gevoel misschien beter uitzien en dat straal je dan ook weer uit. Dus dat is zeker tip nummer 2. Ga gewoon iets vaker naar de sportschool. Tip nummer 3. Omring jezelf met mensen waar je zelf een positief gevoel van krijgt. Als je je altijd omringt met mensen waar je ruzie mee hebt of die snel boos zijn, die weet ik veel, angstig zijn, dan word je zelf ook niet positief van natuurlijk. En probeer gewoon echt mensen op te zoeken die positieve invloed op jou hebben en die jou niet omlaag halen. Nou, als je nou echt de balen hebt van die vieze winter, dan zou ik gewoon lekker op vakantie gaan. Bijvoorbeeld in de kerstvakantie, dan moet je natuurlijk wel geld hebben of gewoon lekker gaan sparen. Ook altijd een tip. Ga er gewoon lekker op uit. Ga, weet ik veel, naar Zuid-Frankrijk of ga gewoon lekker naar Spanje. Gewoon waar het iets lekkerder weer is, waar de zon iets meer schijnt. De volgende tip is, zorg voor warme kleding. Ik zie wel eens mensen op straat lopen in de winter met een korte broek. Nou, dat is best wel heel erg koud. Je kan best een langere broek kopen, ook al is die broek maar 15 euro. Het is in elk geval gewoon fijn om lekker warm aangekleed te zijn. Vooral omdat het hier vaak best wel wat kouder kan zijn in de winter. En ook als je 's avonds slaapt, als je een lekkere dikke deken hebt. Want als je het lekker warm hebt, dan word ik tenminste blijer dan wanneer ik het super koud heb. En zorg ook gewoon voor een lekkere winterjas en warme schoenen. We gaan dan weer naar de volgende tip. Zorg voor genoeg nachtrust. Niet zo belangrijk dan genoeg slaap hebben. Want als je te weinig hebt geslapen, dan kun je chagrijnig worden. Je ziet er ten eerste heel erg moe uit. En je presteert ook minder overdag, omdat je gewoon te weinig slaap hebt gehad. En dat is voor iedereen gewoon belangrijk. Dus zorg gewoon voor goede nachtrust. Tip nummer 7 is, luister af en toe naar je favoriete muziek. Al is het niet 's ochtends of 's avonds, vooral als je bijvoorbeeld lekker in de trein zit en je moet naar je stage of school. Luister gewoon nog even lekker een half uurtje of een uurtje naar je favoriete muziek, zodat je eventjes weer een positief gevoel krijgt. En dan kun je er weer tegenaan voor de rest van de dag. Tip nummer 8. Denk aan het gevoel dat je nog een hele zomer voor je hebt. Dus je zit niet midden in de zomer, dus de zomer is nog niet bijna voorbij. Maar de zomer moet nog helemaal beginnen. Dus hoe positief kan het eigenlijk zijn? Je zit in de winter, maar ja, als de winter eenmaal voorbij is, dan heb je nog een half jaar zomer. En dat begint al met een lekker voorjaar, waarin het zonnetje al een beetje begint te schijnen. En het wordt steeds warmer en warmer. En uiteindelijk kun je gewoon lekker zwemmen. Hopen we tenminste hoor, in Nederland. Dat is ook allemaal maar afwachten, maar de ene laatste tip, tip nummer 9 is, plan af en toe in een weekend gewoon gezellige dingen met vrienden of je familie. Ga bijvoorbeeld naar de bios, naar de sauna, gewoon dingen die je lekker binnen kan doen. En dan kun je ook gezellige foto's maken en dan heb je eventjes een doorbreking van je normale week. Als je bijvoorbeeld de hele week stage hebt of je hebt de hele week school, heb je toch weer wat leukere dingen tussendoor. En de laatste tip, als je heel veel stress hebt en je wordt helemaal gek van de winter, neem dan gewoon af en toe eens een lekker bad. Lekker warm, lekker zeep erin, doe muziek aan of zo. Kun je lekker tot rust komen en gewoon even lekker nadenken. In plaats van dat je de hele tijd op je mobiel zit of op de computer. Gewoon eventjes lekker alleen zijn met je gedachten en gewoon lekker genieten van het warme water. Dat vind ik nog wel eens een goede tip. Dit was alweer de video. Ik hoop dat jullie een beetje wat gehad hebben aan mijn tips. Zet nog even in de comments als je nog ideeën hebt of suggesties voor een nieuwe video. En dan zie ik jullie hopelijk zo weer bij een volgende video. Doeg!